In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november bespreken we elke dag het laatste politieke nieuws met politiek commentator Wouter de Winter uiteraard. Wouter, we hadden het gisteren over Geert Wilders en over het feit dat hij toch zijn islamstandpunt aan het afzwakken is. Nu kunnen we het erover hebben over hoe de andere partijen waar die mee zou kunnen samenwerken daarop reageren. Yezilgus en Omtzigt houden toch wel echt een stevig slag om de arm of zelfs meer, hè? Ja, het is misschien ineens even schrikken voor hen, omdat ze zien dat die PVV de afgelopen dagen en weken en dagen en de laatste peiling ook aan het groeien is. Wilders heeft een paar goede optredens gehad, heeft duidelijk een mildere toon aangeslagen, gooit zelf zijn lang gekoesterde islamstandpunt, eigenlijk de reden waarom hij ooit met de PVV begonnen is, ik wil niet zeggen uit het raam, hè. Hij zei het zal altijd in ons DNA zitten. Maar het wordt nu wat minder en ondergeschikt geacht. Omdat hij heel graag wil dat zijn kabinet, dat zijn partij tot een kabinet gaat toetreden. Dat haalt een heel belangrijk obstakel voor een andere partij in principe weg om met hem in zee te gaan. Nou, dat weet hij natuurlijk ook wel. Maar de vraag is of die andere partijen het ook zien gebeuren. Hè? En of hij de daad bij het woord voegt als het daarom gaat. En daar zijn zij huiverig over, omdat ze Wilders wat langer kennen dan vandaag. En daarom zie je nu ook een tegenbeweging ontstaan bij verschillende partijen van, nou, reken er niet op dat het een appeltje-eitje wordt als het gaat om coalitieonderhandelingen met de PVV. Nee, als we het dan hebben over de peilingen, hè, Omtzigt zijn kiezers die, blijkt ook uit peilingen, zijn er best wel voor te porren of willen graag over rechts. Maar Omtzigt houdt dus nadrukkelijk afstand tot Wilders. Is dat een verstandige keuze? Het is bijzonder dat daar zo'n discrepantie tussen zit. Maar goed, we moeten ook niet vergeten dat Pieter Omtzigt natuurlijk een verleden heeft in het CDA. En al tijdens de gedoogconstructie met de PVV in Balkenende 1. Een van de grote critici was achter de schermen. Hè. Je had de zogenaamde dissidenten toen. Oh ja. Koppenjan en Ferrier. Maar hij hoorde daar eigenlijk ook bij. Een hele lange tijd verzette hij zich ook intern tegen het avontuur met de PVV. Dus dat zit ook een beetje in de aard van het beestje. Natuurlijk is Omtzigt natuurlijk ook aan het kijken van met wie is er nou straks te regeren en op welke manier kan dat. Maar je merkt, en ik denk ook dat dat een hele belangrijke persoonlijke incentive voor hem is, dat hij daar in de vorige periode met de PVV, hè, Rutte 1, daar gewoon slechte ervaringen mee heeft. En ook niet zozeer zich geroepen voelt om nu hij zelf de bovenliggende partij lijkt te gaan worden. Zeker vergeleken met de PVV, want hij staat echt nog wel op een afstand van PVV-zetels, om zich dan opnieuw te conformeren aan wat ik dan maar even onparlementair de grillen van Wilders zal noemen. Ja, aan de andere kant, als je het hebt over de zetelverdeling, hè, de peilingen daarover, is NSC toch wel aan het terugvallen. Ze zijn zelfs 4 zetels achteruit gegaan. Ja, hoe verklaar je dat? Ja, je ziet toch dat is mijn vermoeden althans, want ik ben geen Gijs Rademakers of Peter Kande. Maar ik denk dat de twijfel die Pieter Omtzigt laat blijken over wat er gaat gebeuren na 22 november, als het gaat om wie de minister-president gaat worden van Nederland, dat mensen toch ook wel een beetje, in ieder geval een paar mensen, enige schrik heeft aangejaagd. Hè? Op het moment dat je de grootste partij kan worden, is het gebruikelijk dat je ook de premier gaat leveren, dat je de leiding van het landsbestuur op je neemt en dat hij daar zelf over lijkt te twijfelen en dat die twijfel en het weglopen van het antwoord bij die vraag overal laat merken. Dat geeft mensen natuurlijk ook een beetje de indruk dat hij het over een aantal dingen ook nog niet zo zeker van zijn zaak is en dat het bovendien onzeker is wie er namens Nederland ook op het internationale toneel gaat opereren. Ja. Dat zijn toch serieuze vragen die je beantwoord zou moeten zien door een serieuze partij. En op het moment dat je daarbij wegloopt, dan denken mensen van, nou ja, het kan misschien toch een beetje een waagstuk worden wat er na 22 november met de NSC gaat gebeuren. En wie dan toch die belangrijke post, want dat wegrelativeren als dat de minister-president in Nederland over de paperclips gaat, ja, dat gelooft natuurlijk niemand. Dus nee, dat is niet goed en slim doordacht. En dat zie je dat nu wat zetels kost. Of je dat erg vindt, is trouwens een tweede. He, want op het moment dat je straks niet de grootste partij wordt, hoef je in ieder geval die vraag niet meer te beantwoorden. Oh ja. En kan je iets minder snel groeien, hoewel het natuurlijk een enorm aantal zetels is, wat hij sowieso natuurlijk nu vanuit zijn eenmanspositie gaat behalen, vergeleken met wat de peilingen nu laten zien. Maar
Maar dat die misschien niet de grootste wordt, is een blessing in disguise voor Pieter Omtzigt. Ja, ja. Nou, iemand die er niet over twijfelt dat hij de grootste wil worden en de premier van ons land, is Frans Timmermans. Wat dat betreft komt nu een SBS-debat aan, komt een Vandaag-debat aan. Dit zijn wel de momenten dat hij de kiezers moet gaan overtuigen om alsnog voor de PvdA-GroenLinks-combinatie te kiezen. Wat denk je dat zijn strategie zal worden in die debatten? Nou, er is in principe een geschenk uit de hemel gekomen natuurlijk, omdat de PVV aan het stijgen is en dat er een kans bestaat dat de PVV wellicht gaat regeren. Hè? Daar kan je de linkse kiezer natuurlijk wel voor naar de stembus lokken. En op het moment dat daar een onvermijdelijkheid ontstaat ter linkerzijde, waar men in het midden of ter rechterzijde niet meer omheen kan, dus dat PvdA GroenLinks een machtsfactor van belang is, waar sowieso linksom of rechtsom, nou, linksom dan, geregeerd mee zal moeten worden. Dat kan kiezers naar de stembus verleiden die op het linkse kamp sowieso hun stem wilden uitbrengen, maar wellicht denken, dan doe ik het niet op D66 of op Volt of op de Dierenpartij of op de SP, want we moeten zorgen voor een sterk linksblok. Dus als PvdA GroenLinks slim is, dan zetten ze dat gegeven in om nu in de laatste week nog die kiezers voor zich te winnen. Ter linkerzijde, door die andere partijen eigenlijk leeg te eten. Maar goed, de verkiezingsstrategie van PvdA GroenLinks is tot nu toe redelijk onnavolgbaar gebleken. En ook de uitlatingen van Timmermans zijn redelijk onnavolgbaar met enige regelmaat. Dus we moeten zien of men die handschoen oppakt. Maar dat zullen we wellicht inderdaad zien in dat SBS-debat wat donderdagavond wordt uitgezonden. Ja, en vrijdag gaan wij het er uitgebreid over hebben in onze wekelijkse podcast Afhameren. Alle politieke gebeurtenissen in de aanloop naar de verkiezingen. Wouter, dank voor nu.